We want more. Iedereen roept het buiten en Tina de Bruin zit hier binnen. Hoor je die mensen roepen buiten of niet? We want more. Ik hoor ze roepen, ja. Stupefair ben ik ervan. Ja, ik hoor het. Ja. Oké, jongens. 1, 2, 3, en... Wat kunnen we allemaal verwachten bij We Want More? Je kan verwachten vrouwen perikelen natuurlijk. Het is een groep vrouwen en dat belooft veel strubbelingen. Dat belooft veel emotionele momenten. En de overgang speelt een rol, vooral bij mij, voor mij. De grappigste actrices van Nederland eigenlijk. Hè? Dat zeggen ze. En ook de reacties ook van de mensen. Ik vond het zo grappig allemaal. Ja, mensen zeggen wel, we hebben enorm gelachen. Dus dat vinden we heel leuk. Want dan kunnen we het een beetje waarmaken, die zin ook. Zeker. Maar is het ook heel grappig in de groep? We hebben een hele fijne groep. En dan zou je denken, heel veel mensen zeggen, nee, maar dat kan toch niet waar zijn. En zoveel mensen. Het is echt een superleuke groep. Ja. En heel gezellig. En... iedereen is heel lief voor elkaar en wij hebben het zelf ook heel erg... wij moeten zelf ook op het toneel ook heel vaak lachen. Dat ziet gelukkig niemand, maar we hebben heel veel lol. Ja. Oké. Komt er misschien een vervolg? Want ja, het is natuurlijk een hechte groep nu. Dat gaan we zien. Maar het is wel een hele onderneming om deze groep ook helemaal bij elkaar te krijgen natuurlijk. Iedereen heeft hele drukke agenda's. Dus dat het gelukt is, is al bijna een wonder. En Angela Groothuizen die dubbelt met Carolina Mout ook. Omdat zij natuurlijk allerlei andere nevenactiviteiten ook heeft. Maar het zou heel leuk zijn, maar we gaan het zien. Inge Bos, komt er een vervolg? Ik heb dit binnen no time met ze doorgenomen. Dit wordt steengoed. Omdat het een grappige voorstelling is. Er zitten hele mooie nummers in. Dat is misschien een beetje gek omdat ik er zelf in zit. Maar soms ben ik aan het zingen en dan raak ik ontroerd door iedereen. Ja, dan komt er een soort samenzang en dat is dan heel mooi. En ik denk dat mensen, tenminste het publiek, dat komt zeggen. We hebben zo ontzettend gelachen. En wat ook fijn is, dan staan we het niet voor niks te doen. Want uiteindelijk doen we het allemaal voor u. Daar komt het wel om neer. Beetje voor onszelf, maar heel erg voor u. Dus kom maar langs.